Suriname en Cuba zullen de bilaterale banden verder versterken. Op 8 mei 2024 ontving president Chandrika Persat Santokhi de Cubaanse vice-minister van Buitenlandse Zaken, Josina Vidal Ferrero. Bij dit beleefdheidsbezoek waren minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking en de Cubaanse ambassadeur in Suriname, Farikri Rodriguez Pinelo, aanwezig. Het staatshoofd gaf aan dat er naast de overheidssamenwerking er ook sprake is van people-to-people samenwerking. Suriname en Cuba hebben elkaar jarenlang ondersteund en Suriname is erkentelijk voor de Cubaanse steun in de gezondheidszorg en de onderwijssector. Het staatshoofd gaf verder aan dat Cubaanse bedrijven gebruik kunnen maken van de mogelijkheden voor ondernemers die de regering biedt. Vice-minister Vidal Ferrero bedankte de Surinaamse regering voor de onophoudelijke steun aan Cuba en dat haar land de samenwerking met het heel Caribisch gebied wil versterken en uitbreiden. Zij uitte dat door samenwerking landen in het zuiden een stevige vuist kunnen vormen en hun positie in de wereld kunnen verbeteren. President Santokhi gaf aan dat lopende samenwerkingsbanden zorgvuldig zullen worden beoordeeld. De regeringsleider benadrukte dat de rechtstreekse vluchten tussen Suriname en Cuba een groot pluspunt zijn en dat er een enorm potentieel is in de handel. Dit jaar markeert bovendien het 45-jarig bestaan van de diplomatieke relaties tussen Suriname en Cuba. En in dit kader zullen er speciale evenementen worden gehouden in zowel Paramaribo als in Havana.